In deze video kijken we naar het aandeel van Coca Cola, een bekend aandeel. Maar ook een aandeel dat dit jaar al bijna 20% in koers is gedaald. Het is ook een bekende positie van Warren Buffett. Het is niet zijn grootste positie. Maar het is wel een positie die hij al heel lang heeft en waar hij ook veel dividend op verdient ieder jaar. En misschien is het ook wel zo bekend: zijn positie, omdat hij natuurlijk regelmatig Cola drinkt, Coca Cola dan natuurlijk, en zeker ook tijdens. De jaarvergaderingen van Berkshire Hathaway zie je er behoorlijk wat blikjes door doorheen gaan. Op dit moment heeft Warren Buffett of Berkshire Hathaway 400 miljoen aandelen en deze hebben op dit moment een waarde van 21 miljard dollar. Dus laten we nou in deze video even gaan kijken naar het aandeel, het aandeel analyseren en een waardering maken, zeker ook na die koersdaling van de afgelopen tijd. En dus beginnen we met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video gaan we dus kijken naar het aandeel van Coca-Cola. En dat doen we via de website beleggertools.com. De website die ik heb ontwikkeld, juist voor het analyseren en het waarderen van aandelen. Je kunt ook gratis een account openen. Dan kun je één aandeel in de maand onderzoeken, zoals wij in deze video doen. Wil je onbeperkte toegang, kijk dan naar de abonnementen die beschikbaar zijn. Als wij vervolgens inloggen op het dashboard en rechtsboven Coca-Cola intoetsen. Even kijken of we hem dan tussen zien staan, want er zijn heel veel aandelen van Coca-Cola zien we wel. We kunnen misschien ook KO, dat is het symbool en dan staat hier bovenaan de Coca-Cola Company op de New York Stock Exchange. Dat is het aandeel dat we gaan bekijken, het Amerikaanse aandeel. Koers van zo'n 52,40 gisteren zo'n 4,8% onderuit gegaan. En dat is ook wat ik straks al zei, dit jaar behoorlijk wat koersdaling al gezien. Vorig jaar, een jaar geleden, zaten we rond de 54 dollar. Na de hand is het gestegen naar zo'n 64 dollar. Maar hier rechts zien we ook, um, ja, year-to-date, min bijna 17 procent. Um, en het is eigenlijk vooral de laatste dagen dat het in één keer hard naar beneden is gegaan. En zeker ook gisteren dus. Waar komt dat door? Nou, dat zien we in een artikel van de Motley Fool. Zij zeggen dat het komt, dat Walmart heeft gezegd dat de nieuwe medicijnen die eigenlijk daar niet voor bedoeld zijn, maar die mensen wel gebruiken om af te vallen, dat die er natuurlijk voor zorgen dat mensen minder honger hebben en dat dat bijvoorbeeld minder drang, minder vraag naar, zeker ook um, dit soort producten, koolzuurhoudende uh, dranken bijvoorbeeld ook uh, daardoor de vraag afneemt. En die uitspraak, zeker van Walmart, de grootste supermarkt ter wereld, heeft ervoor gezorgd dat Coca-Cola in ieder geval het aandeel flink onderuit is gegaan gisteren. Kijken we even naar het overzicht van het aandeel om een beetje een beeld te krijgen. Hoef ik niet uit te leggen wat Coca-Cola allemaal doet, dat weten we wel. Heel veel bekende merken natuurlijk. Beurswaarde van zo'n 226 miljard. Een omzet van 44 miljard en een winst van 10, 10,5 miljard. Netto-winstmarge komt daarbij net niet op de 24 Ik denk heel erg goed voor een bedrijf zoals dit in de voedingsindustrie. Winst per aandeel 2,40 dollar. Dat betekent een PE-ratio van zo'n 21,5. Is niet heel hoog, maar ik weet niet of dat past bij dit bedrijf. Gaan we straks ook even kijken. Ze dus keren ook een dividend uit: 1,82 dollar per jaar. En dat is dan um, zo'n paar 3-4 procent geloof ik bij de huidige koers. Dus dat is een beetje wat direct opvalt. Verder valt op zeker de beta van 0,55. Dus eigenlijk helemaal niet een volatiel aandeel. Het reageert veel rustiger. Dan de markt, dus dat een aandeel dan zoals gisteren hier 5% onderuit gaat, dat is dan zeker ja, behoorlijk voor dit soort aandelen. De koers de laatste jaar tussen de 52 dollar en 65 dollar zagen we al. En het koersdoel dat komt bijna op 70 dollar, oftewel zo'n 40% ten opzichte van de huidige koers. Laten we dan even gaan kijken naar de checklist. Op 12 punten kijken we naar het aandeel om te zien hoe het scoort. En dat kan dan vervolgens weer een input zijn voor verdere analyse. Wat opvalt zijn drie rode punten. De eerste twee hebben te maken met de waardering hoger dan dat we zouden willen zien. En het derde punt is de wijziging in aandelen. Uh, we zien dat het in de laatste vijf jaar is toegenomen met 1,2%. En dat is wel iets dat me verbaast moet ik eigenlijk zeggen. Je verwacht dit vaak bij jongere bedrijven. ...bij bedrijven in bepaalde sectoren die juist geld moeten ophalen om te groeien... ...bijvoorbeeld vastgoedbedrijven. Uh, maar dat het bij Coca-Cola, een bedrijf dat eigenlijk al heel lang bestaat... ...dat niet per se personeel of de top moet be belonen, denk ik, met, met aandelen... ...verbaast me eigenlijk wel dat dit optreedt... ...en zeker dat ze dan ook niet dezelfde aandelen willen terugkopen... ...als ze iemand zouden belonen in het management. Dus dat is in ieder geval een punt om eventueel verder onderzoek naar te doen... Wat we verder zien, we zagen het al straks. Het is een dividendaandeel en dat blijkt ook wel. Vanuit de free cashflow wordt zo'n 80% uitgekeerd aan dividend. We zien het hier staan: 1,80 dollar per jaar. Zo'n 3,5% dividend yield. En de laatste paar jaar is het met zo'n 3,5% per jaar ook gegroeid. De omzet in vijf jaar tijd gegroeid met 25%. De winst met 50%. De free cashflow ook met meer dan 50%. De nette winst zagen we dat die erg goed was: 24% bijna. Return on invested capital, ook boven de 12%. Ook dat willen we graag zien. En de schuldpositie ziet er eigenlijk best wel goed uit. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de scores. De Altman in het groen, kans dat ze het gaan, niet heel aanwezig. En Piotrowski op een schaal van 1 tot 9. Dat is het eerste aandeel dat ik nu zie. Dat een Pietrotsky score van 9 heeft. Oftewel, ze staan er zeker financieel ook erg goed voor. Kijken we dan naar de cijfers. En normaal zou ik dan de financiële cijfers pakken. Maar nu pak ik een keer de grafieken erbij. Dit is iets wat ook in een volgende update zal worden toegevoegd aan de website. Dan heb je eigenlijk dezelfde data van De laatste 10 jaar, maar dan in één keer visueel op één overzicht eigenlijk. Nou, de omzet zagen we al dat die laatste vijf jaar toenam, maar dan vergelijken we eigenlijk 22 met 2017 of 2018 is het waarschijnlijk. Even kijken: 1, 2, 3, 4, 5, 2018. En wat dan opvalt is dat het juist die jaren daarvoor veel hoger was en dat eigenlijk 2018 bijna het dieptepunt was, behalve 2020, maar dat is logisch vanwege de coronacrisis. En ik denk ook dat zeker. Heel veel consumenten thuis Coca-Cola-producten drinken. Maar dat het juist ook wordt gebruikt in restaurants, cafés, hotels, dat soort dingen. Juist als je buiten huis ergens komt, dan heb je vaak ja, niet eens de keuze. Maar dan biedt een, een restaurant bijvoorbeeld alle producten van Coca-Cola aan. Of alle producten van Pepsi. Vaak zal dat Coca-Cola zijn. Dus als dan dingen gesloten zijn, is het logisch dat er minder buiten huis wordt gedronken. Dat de omzet daalt. Maar we zien dat dat niet per se aan. Corona lag. Want de jaren daarvoor was het ook al minder. En de laatste tijd loopt het dan wel weer op naar de oude situatie. Dus zeker iets om te kijken waar die daling door komt. Hebben ze iets verkocht? Zijn er andere dingen die meespelen. Uh, hier zien we de EBITDA. Daar zien we eigenlijk eenzelfde soort beweging. Met een diepte. Met een dal. Eigenlijk, kunnen we zeggen, in 2017. Dat zien we ook bij de netto winst. In 2017 viel die veel lager uit dan in andere jaren, waar het zeg maar tussen de 6. En 10 miljard zit en zeker de laatste jaren zijn ze, in ieder geval, ondanks dat de omzet nog niet helemaal terug is op dat niveau, wel een stuk winstgevender geworden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de free cashflow, ook daar zien we eerst een daling naar een dal in 2017 en vervolgens wel weer oplopen. Earnings per share die was er niet in 2017 of was heel laag, de andere jaren ziet er wel weer goed uit. Shares outstanding, we hadden het straks al gezien, er werden aandelen uitgegeven, ook hier wordt eigenlijk weer de laatste vijf jaar werd in de checklist gekeken. Vijf jaar geleden was het dal, toen hadden ze de minste aandelen. Juist de jaren daarvoor hebben ze flink wat opgekocht. En nu, de laatste tijd, geven ze juist weer wat aandelen uit. Dividend per aandeel neemt eigenlijk goed toe de laatste jaren. Van $1,12 naar $1,80 nu bijna. Return on invested capital ligt al een lange tijd rond die 10 en eigenlijk de laatste paar jaar juist boven die 10%. De market cap loopt de laatste jaren op. En wat we verder ook zien. De bruto marge, de blauwe lijn, die is redelijk constant en die loopt een beetje naar beneden de laatste tijd. Maar als we gaan kijken naar de netto winst, dan is het zo dat er daar ook dieptepunt zat in 2017. En sinds die daar eigenlijk bijvoorbeeld ja, behoorlijk ook verbeterd is. Gemiddeld zien we hier lange tijd rond de 15 en in één keer maken ze een stap zeg maar, naar bijna het dubbele. En nu, laatste jaar neemt dat iets af, maar nog altijd rond de 25% dus. Kijken we vervolgens naar wat analisten denken van het aandeel, dan zien we de koers nu dus rond de 52 dollar staan. Het gemiddelde koersdoel komt op 70 dollar, dat zagen we straks al, de upside van zo'n 33%. Maar ook het laagste koersdoel is nog altijd 20% hoger dan de huidige koers. Kijken we naar de omzetverwachting voor de komende paar jaar, dan zien we dat het eigenlijk nog steeds blijft toenemen. Gaan meestal uit van de oranje lijn. Ik in ieder geval, dat is het gemiddelde van alle analisten. Ik denk het meest betrouwbare, want zeker de eerste jaren zien we 26 en 17 analisten per jaar. die hier iets over vinden, over dit aandeel. En dan zien we in ieder geval nog telkens omzetstijging naar uiteindelijk zo rond de 51, 53 of zelfs 55 miljard. Maar dan hebben we het al over 22, eh, 2027. De omzet zien we ook oplopen van zo'n 2,20 dollar vorig jaar. naar de verwachting is. Zo'n 3,70 dollar over een jaar of 5. En hoe schat de analist het in? Dan zien we eigenlijk dat het lange tijd heel goed gaat. En dat er hier in 2015 een kleine afwijking is. En eigenlijk vanaf de coronacrisis ook een afwijking is. Waarbij we wel zo uh, kunnen opmerken dat de grijze lijn hoger ligt dan de blauwe lijn. De grijze lijn is de daadwerkelijk gerapporteerde winst per aandeel. En dat dus betekent dus eigenlijk dat de winst van Coca-Cola hoger uitkwam dan dat analisten hadden gedacht. Dus dat is in ieder geval positief, maar we zien in ieder geval wel dat er een beetje een afwijking is, is wel in de positieve zin, dus we kunnen misschien ook wel de verwachtingen van analisten voor de toekomst in ieder geval meenemen, want of het komt overeen of het zal waarschijnlijk zelfs iets beter zijn kunnen we verwachten. Maar laten we dan gaan kijken naar een waardering voor het aandeel van Coca-Cola. We hebben op dit moment negen tools die we kunnen gebruiken. We gaan ze niet allemaal toepassen. We kunnen ze soms ook niet allemaal toepassen. Maar eentje die ik bijvoorbeeld wil gaan kijken is het dividend. Uh, juist omdat het een dividend aandeel is, is dus deze manier van uh, de waardering maken op basis van dividend misschien wel interessant. Als we vervolgens het dividend discount model uh, aannemen dan komt de koers op 26 dollar maar dat heeft een wat hoger gewenst rendement zien we hier. We gaan bij de Golden Growth model uit van een WACC en dat is de weighted average cost of capital, oftewel wat kost het gemiddeld om kapitaal te hebben op te halen. Die berekening zien we hier en daar komt een 6,47 uit als we die invullen bij het dividend van het laatste jaar en de groeiverwachtingen voor de toekomst, dan komt de koers ongeveer uit waar we nu zitten, iets daarboven. Dus op dat punt zou het misschien dan wel juist interessant zijn. Kijken bijvoorbeeld naar de value chart. Daarbij kijken we naar de koers van het aandeel ten opzichte van de waardering van de markt. En dan is de blauwe lijn het gemiddelde van de laatste 10 jaar. Toen lag het PE ratio op 28,5 de laatste 10 jaar. Dan zien we dat dat regelmatig zo is dat de koers dicht bij het gemiddelde van de PI /E zit, behalve in deze periode. Uh, maar dat is natuurlijk een afwijking. Dat is dat jaar van 2017, 2018. Zeker iets om te kijken wat daar dus gebeurd is in dat jaar. Um, en als we hier naar gaan kijken, zien we eigenlijk periodes dat het koers flink afwijkt van, van die blauwe lijn. Dan herstelt die vaak weer. Het is natuurlijk geen garantie, maar we zien dat in ieder geval nu ook weer gebeuren. Waarbij we de winst per aandeel en dat PE-ratio, het gemiddelde van de laatste 10 jaar, vermenigvuldigen voor de komende tijd op basis van de verwachtingen van analisten. Dan zien we hier de blauwe lijn lopen. Zou een indicatie kunnen geven dat de koers misschien... Nu wat tegen zit en misschien op de langere termijn weer richting die blauwe lijn gaat, is natuurlijk geen garantie. Kijken we naar de linch line, dat is eigenlijk een simpelere versie, waarbij we geen rekening houden met een PE ratio, maar gewoon de koers, de zwarte lijn, wegzetten tegen de winst per aandeel op de lange termijn. Dan zien we dat daar ook regelmatig de koers wat hoger ligt dan het gele, dat is de winst per aandeel. Dat er tijdens corona natuurlijk een dip was. En dat we dat eigenlijk weer op zien lopen. Zien herstellen zou je kunnen zeggen. En dat we nu juist weer in het geel komen. En dat zou wederom met de verwachting van analisten voor de toekomst. Als we gaan kijken naar de winst per aandeel die uiteindelijk toeneemt naar 3,11 dollar aan het einde van 2025. Zou je verwachten dat de koers die kant op beweegt of daar weer hoger komt. Dan zou dat in ieder geval... Een indicatie kunnen geven wat mogelijk dus interessant is. Maar om dat te berekenen, gaan we ook altijd een scenarioanalyse maken. Eigenlijk drie scenario's voor de toekomst. Om te kijken: van is het de huidige koers interessant als die scenario's uitkomen. Ik heb dat als pro abonnee straks al gedaan. En dat betekent als pro abonnee dat ik dan ook een vorige analyse kan eh, importeren. Pakken we de analyse erbij, dan worden al mijn gegevens worden ingevuld die ik toen ook heb gebruikt. Dan zien we een omzetgroei van 2, 4 en 6 procent. Zes is een beetje ook wat we de laatste jaren zien. En als we gaan kijken naar de analisten. Dan is 6 het gemiddelde, of het hoogste, eigenlijk van de laatste komende drie jaar. Wat minder voor de vijf jaar. Maar daar zijn ook wat minder analisten. Dus puur omdat ik denk, in het meest positieve geval, een beetje op de komende paar jaar gekeken, waar er veel analisten zijn. En op het verleden ga ik daaruit van 6. Ga ik iets conservatiever zitten in de base case. En de base case is de meest voor de hand liggende. Al denk ik dat het vaak tussen de base en bullcase case in ligt. In ieder geval, netto winst zien we eigenlijk wel redelijk constant de laatste jaren. De laatste 10 jaar is wat lager, maar dat zit dat jaar van 2017 bij. Dus ik ga even, neem ik dat niet per se mee. Klein beetje in de bear case. Dan komen we uit op 19, 21 en 23. Frikesso ligt er in de buurt. Dan aandelen. We zien eigenlijk de laatste tijd. Dat ze wel aandelen uitgeven. De afgelopen tijd was er weer wat afname. Ik ga in ieder geval in de bull case, in de meest positieve, vanuit dat er geen wijziging is. En in de base en case dat er een kleine toevoeging aan aandelen is. Dat er iets meer aandelen zijn. Kijken naar de dividendgroei, dan zien we de laatste jaren eigenlijk tussen de 3,5 en 5,5. Het zal waarschijnlijk iets minder hard groeien naarmate de dividend ook wat toeneemt. En daarom ga ik uit van 3, 4 en 5 procent. Dan Een pe ratio altijd heel belangrijk, zeker bij een scenarioanalyse, omdat we de toekomstige winst per aandeel vermenigvuldigen met dit pe ratio. Dan zien we op dit moment 21,5. Dat hadden we straks al opgemerkt, is hoger dan de 21 die ik zou willen zien. Maar dat is een algemeen iets. Kijken we naar het verleden, dan zien we dat het afgelopen jaar het gemiddelde op 25,6 uitkwam. 27,2 voor 5 jaar en 28,5 voor de 10 jaar. Dat hadden we al gezien. Bij de uh, value chart was dat. En dan zien we eigenlijk dus dat het huidige PE ratio. Dat dat vergeleken met het verleden een stuk lager is. Nou, daarom ga ik niet uit van het huidige, maar juist wat ik denk voor de toekomst. En dat is op basis van de omzetgroei en de nette winst, maar ook rekening houden met een premium die blijkbaar betaald wordt voor dit aandeel. En daarom 24, 26 en 28 als PI Multiple. Gewenst rendement van 10, 11 en 12 procent. Wat ik eigenlijk altijd doe. Omdat ik een specifiek aandeel kies. Dat ik meer risico loop waarschijnlijk. Dan wanneer ik in een breed gespreide ETF investeer. Als we dan analyseren en we scrollen naar beneden, zien we dat alle uitkomsten, alle 6, in het rood staan. Oftewel de koersen zijn. Wat we willen kopen zijn lager dan de huidige koers. En dus is het niet interessant op basis van deze scenario's. We komen wel in de buurt bij de bull case op basis van de multiple. Die ligt net iets onder de 50. Nu zitten we nog net iets boven de 50. Dus dat zijn zeker dingen om rekening mee te houden. En waarbij deze berekening geen rekening mee wordt gehouden. Maar wat we hieronder wel zien is als je dividend meerekent voor die komende tijd. Dit test dan op basis van 5 jaar. Dat je ook nog zo'n 7,50 dollar aan dividend kunt verwachten. Tellen we dat erbij op, dan komen we redelijk in de buurt van de huidige koers. En dat ligt de koers die we nu zien, eigenlijk tussen de base en bull case in. Wat ik eigenlijk ook al aangaf, wat het meest waarschijnlijke is. Op basis van wat ik denk voor het bedrijf. En kijken we dus naar de conclusie van deze video. Nu we de analyse en de waardering hebben gemaakt, dat het een beetje afhangt van welke waardering we kiezen. Pakken we een scenario-analyse, pakken we een dividendwaardering, dan lijkt het aandeel. Mogelijk interessant of mogelijk dat het nog iets verder in koers moet dalen. Kijken we naar de grafieken die we zagen bij de waarderingen, dan geeft het misschien aan dat het mogelijk wel interessant is bij de huidige koers. Zeker als ja, op basis van de verwachting van analisten voor de toekomst zou het eventueel interessant zijn. Moment kunnen zijn, is natuurlijk ook afhankelijk van welk rendement jij per jaar gemiddeld wilt maken op een aandeel. En dan is het natuurlijk altijd nog belangrijk om te kijken of je het aandeel, ook al is het interessant, daadwerkelijk wilt toevoegen aan je portfolio. Past het bij jouw portfolio, bij jouw manier van beleggen? Zijn er andere aandelen? Die ook interessant zijn, waar misschien meer rendement te verdienen valt. Dat is zeker ook iets om te overwegen voordat je eventueel een aandeel koopt en toevoegt aan je portefeuille. Laat vooral weten wat jij denkt van het aandeel van het bedrijf Coca-Cola. En of je het interessant vindt of juist niet. En waarom je dat ook vindt. En laat dat weten via de reacties onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En wil je geen video meer missen in de toekomst? Vergeet dan niet om te abonneren. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.